dat was de douchevlog. Oh, kut, sorry, veel te doen. Let's do it! Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag is het vrijdag, denk ik. Ik ben het niet zeker. Mijn haar is nu zo walmboom, Hitler-achtige gay shit. Maar dat mag, om alleen door je huis te lopen, mag dat gewoon. En ik ben gewoon wakker geworden en ik heb de zwaarste kater ooit. Want gisteren was wel een leuke dag, maar ik heb echt hoofdpijn nu. Het is nu 1:35 en ik heb geen kleren aan. En ik sta gewoon naakt voor mijn raam te vloggen. Dus hopelijk loopt er nu niemand voorbij, want... ja, dat komt niet goed. Maar ik ga naar buiten, want het is vandaag weer super mooi weer en ik val hier bijna over mijn stoel. Ik heb ook alweer een nieuw pakketje gekregen. Nog altijd niet het pakketje waar ik op aan het wachten was, maar oké. Okay. Is nog iets anders, dit doen we zo meteen open. Eerst gaan we douchen. Ik kan nog even zeggen dat het vandaag al de tweede keer is dat ik ga douchen, omdat ik al zweet of zo. Hey, welkom bij de douchevlog. Dit is de douchevlog. Bedankt om te kijken naar de douchevlog. Dit was de douchevlog. En dat was de douchevlog. Wow, de douchevlog is echt leuk. Ace it, alsjeblieft. Meer douchevlogs. Nee, dat was de laatste keer dat we de douchevlog hebben gedaan. De douchevlog is nu een beetje saai. Ik heb gehoord dat Blanke ergens super druk is. Dat hier echt meer dan 100.000 mensen zijn en dat je niet kan bewegen door het stad. Dus wat ga ik doen? Ik weet dat ik nog geen t-shirt aan heb. Dat fixen we zo. Ik ga door de stad rijden met mijn fiets en kijk hoeveel toeristen ik bos kan maken door, ja, met mijn fiets door een te drukke stad te rijden. Maar ik moet eerst een t-shirt fixen. Daarvoor hebben we dit hele coole pakketje. Dit is een zeer mooi pakketje die we nu gaan openmaken. Deze setup is echt fucked op. Dit is een t-shirt. Maar dat wist ik al. Shoutout naar Otto Hart. Ik heb dus een heel oversized t-shirt gevraagd aan deze guy met zo dit op en dat is geborduurd, dus dat is echt fucking nice. Ik vind het een heel vet t-shirt en de Instagram en zo en de social media van dit merk. De Instagram is boord en ze hebben hele coole kleren. Moeten jullie zeker eens checken. Er is echt een heel vet merk van een vriend van mij. Het is low-key, het is nice. Zeker eens checken. Thanks voor dit super coole t-shirt. We hadden echt een dikke fuck jullie naar iedereen die deze video nog niet heeft geliked op dit moment. Ik ga nu door naar de stad. Wordt heel leuk. Het is heel mooi weer. Ja, misschien nog even. Er is echt heel serieus. Ik zeg echt ook al elke keer, maar als jullie naar buiten gaan met dit weer, smeren jullie echt in. De vorige keer zei ik het misschien een beetje op een grappige manier, maar je kan echt huidkanker krijgen als je je niet smeert. Dus als je vindt dat kanker de kanker mag krijgen, smeer je dat zeker in, man. Het gaat niet om cool zijn of zo, het gaat gewoon echt om je huid beschermen. Je draagt ook schoenen om je voeten te beschermen en draag zonnecrème om je huid te beschermen. Let's go! Fuck, we zijn in Blankenberg. Er is hier superveel volk, dat zien jullie niet, maar ik toont jullie zo. Kijk, daar is de straat. Daar is de enige echte winkelstraat. Ik weet niet of jullie zien hoeveel mensen er daar lopen, maar het is echt super erg. Dus stel ik ga dood in de komende minuten, ja, dat zie je. Ik ga mijn camera gewoon laten aanstaan. Mijn banden van mijn fiets zijn allemaal plat. Dus ik kan niet draaien, ik kan niet sturen als er iemand uit de kant wil, dan gaat die, want ik kan toch niet omdraaien. Ik heb hele skere schoenen aan en er staat een middelvinger op mijn t-shirt, dus let's fucking do this! Het coolste is dat ik ook maar één hand ga fietsen. Dus dit is de winkelstraat van Blankenbergen. Fucking Kerkstraat. Chill. Beetje volk. Het is niet een zomer. Er is een beetje volk in het steetje. Er is een beetje toeristen in het steetje. Fuck aan man, bro. What the fuck? Oké, we nemen even pauze, want ik heb zin in een ijsje. We gaan even een ijsje kopen. Er is hier echt fucking veel volk, echt niet normaal. Wat doen al die mensen in Blankenberg, wat is er hier te doen? Havenfeesten! Je hebt zo wat. Koop hier de brody. Die vrouw doet die salade artisten met haar hand. Hey, handschoen. Hopelijk ze geen aids. Er zijn nu ook een paar dodelijke ziektes. De sfeerbeelden van Blankenberg. Er is hier heel volk. Ik snap het zelf eigenlijk ook niet zo goed. Het is niet in deze straat. Het is zo een paar straten daar. Dan is het niet normaal, man. Jeep, ça va? Welkom in het aller drukste deel van Blankenberg met de havenfeest. Druk, druk, druk. Fuck Blankenberg. Echt fuck Blankenberg. Te veel volk. What the fuck? What the fuck? Zoals jullie kunnen zien, het oudere volk bezoekt Blankenbergen tijdens de jaarlijkse havenfeesten. De rommelmarkt. Het woord rommelmarkt komt van het woord rommel. Het is een marktje vol rommel. Dat vinden mensen leuk. Ik weet ook niet waarom. Sfeerbeeld. Sfeerbeeld van de designer rugzakken dat ze hier verkopen. Hard. Hard. Sfeerbeeld van de fidget spinners. Sfeerbeeld van de politie. Er is daar ook nog een heel stuk, maar dat boeit helemaal niks. Ja, de bootjes, inderdaad. Hey, leuk. Ik vind er helemaal niks aan, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al, want ik zie dit elk jaar en ik vind het echt vreselijk. Sfeerbeeld van meneer met zoon. Gezellig. Ja, en mijn rug zweet. Het is vreselijk. We gaan door. Oké, dus sorry van de rare beeldkwaliteit. Mijn camera is fucking uitgevallen. Hij is gesneuveld. Ik had hem in mijn rugzak gestoken. Maar ik was dan vergeten uit te doen en nu werkt hij niet meer en nu is dat ding gewoon fokt. Nu vlog ik met die baksteencamera dat niet in mijn broekzak past en mijn hand is ook niet groot genoeg om dit ding te gebruiken. Maar goede telefoon hoor, ik heb daar te veel geld voor betaald en hij is veel te groot. En nu is mijn camera ook nog eens kapot. Hij is niet kapot, maar snap je, dit ding, ik weet niet waarmee is gebeurd. Hij, ja, bah. Nu ga ik naar huis, ik kan niet echt iets anders doen.
Zo ben ik opeens weer thuis. Sorry dat ik even met mijn telefoon heb gefilmd. Waarschijnlijk was de kwaliteit met mijn telefoon zelf beter dan met deze camera. Maar snap je? Ik heb heel goed nieuws. Waarschijnlijk heb ik superveel geluk gehad. Want mijn pakketje is fucking aangekomen. Waar ik al zo lang op aan het wachten was. Jullie wachten hier ook al 2 vlogs op. Dus jullie moeten ook hyped zijn. Nice. Oké, deze setup heb ik echt al veel te veel gebruikt om even iets te filmen in mijn keuken. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Pakketje. Wow. 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 We got some supreme baby! Het pakketje is helemaal nat. Ik weet niet hoe dat komt. Vies. Dit is al nice, dit is fucking vet. Het is een rode trui, what the fuck? Er zit niks in het zakje. We hebben hier een hele leuke sticker die helemaal verkreukt is en is helemaal verneukt, maar oké. De rekening. Pijn in mijn hart, maar oké. Is veel te groot, denk ik, want dat was de bedoeling. What the fuck? Is wel echt heel groot. En zo heb ik toch ook weer een rode trui. Ik heb nog nooit echt een rode trui gehad. En deze heeft ook zo Supreme op de mouw staan en zo. Ik vind deze echt fucking vet. Daarom heb ik hem ook gekocht. Snap je? Ik ga niet Supreme kopen om Supreme te kopen. Ik heb deze ook gewoon zelf gehaald. Dus that's very nice. That's a very nice trui you got right there, Nathan. Thanks. Tot volgende keer. Bye. Ik ben een beetje moe. Dat boeit echt helemaal niks, denk ik. Wow, what the fuck. 1 uur 51. En ik ben vrij tot zeer opgefokt en moe. Ik slaap al enkele dagen echt veel te weinig. En gisteren ben ik uitgegaan en ik was thuis om 4 uur. En ik heb geslapen tot 10 uur. En dat was vandaag. Vanaf vandaag ga ik wel echt dagelijks beginnen vloggen. Er zijn er geen uitzonderingen meer. Geen rare feestdagen of zo. En morgen is het fucking mooi weer. Maar dan spreek ik echt over 30 graden of zo. En het gaat bliksemen in de avond. Dus er gaan waarschijnlijk mensen doodgaan. En daarvoor doe ik het. Dus mij zeker een duimpje omhoog. En ja, als jullie dit een leuke vlog vonden, doe dan zeker een duimpje omhoog. Als het een beetje afkoelt, dan ga ik weer skateboarden. Want in 30 graden skateboarden, dat is, snap je, dat is menselijk echt niet mogelijk. Dus je onderbroek in, zwembad van zweet en dan plak je ballen aan je onderbroek niet doen. Dus mensen, ik ga nu slapen. Klik op deze video als je nog een beetje meer van mij wil zien. Tot de volgende keer met een nieuwe vlog. Bye. Het is 2 uur, moest tellen. Sorry.